kan zitten. Ja, oké. Piet Sleking, er is iets ondertekend. Wat is de inhoud daarvan? Ja, we hebben besloten tot een nieuw contract te komen met de ontwikkelcombinatie Stadswerven, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van dit gebied. We zijn al de afgelopen 10 jaar op verschillende manieren gekomen tot het maken van afspraken. Toch menen we dat het noodzakelijk is om wat meer versnelling te krijgen in het project, om met elkaar een nieuw contract op te stellen. Omdat ook het vorige contract wel erg ingewikkeld in elkaar zat. Er zaten heel veel stappen in als je het met elkaar niet eens werd, bijvoorbeeld over de grondprijs, om daar weer allerlei vormen van mediation en bemiddeling in te bouwen. We gaan ervan uit dat het contract dat we nu hebben ook echt een stevige basis heeft gelegd voor een versnelling van de ontwikkeling van het project Stadswerven. Daar zijn we zeer bij gebaat, ook als gemeente, want er zit al heel veel geld in dit project. De ambities zijn hoog, we willen de brug aan gaan leggen en we willen hier toch wel zo'n 800 huizen gaan bouwen. En die huizen zijn hard nodig, want mensen staan in de rij om hier een huis te kunnen kopen. Ja, je hebt over het contract dat het versnelt. U geeft ook al aan eigenlijk dat er veel meer regeltjes verlaten wordt. Wat betekent dat voor de projectontwikkelaars? Nou ja, de projectontwikkelaars is hier ook wel blij mee. Want het haalt heel veel bureaucratische rompslomp eigenlijk uit onderhandelingstrajecten. Daar zit natuurlijk zo'n ontwikkelaar ook niet op te wachten. Die wil vooruit, die wil snel duidelijkheid. Nou, dat belang is aan beide kanten aanwezig. Dus ik ben ook blij dat we daar na ook weer enige gesprekken uitgekomen zijn. En dat we vandaag met de ontwikkelcombinatie, waarin verschillende partijen betrokken zijn, de handtekeningen hebben kunnen zetten. Want dat betekent dat we vanaf nu ook echt meer vaart kunnen gaan maken. Ja, de volgende vraag is, wanneer zien we weer activiteit hier op de Stadswerven? Nou ja, we staan gelukkig nu op een plek waar ook de heimachines hoorbaar zijn. Leiten is aan het bouwen naast Villa Augustus. Ook dat is een deelgebied van Stadswerven. Het volgende deelproject is een appartementencomplex aan de rivier Americana met wat stadswoningen daarnaast. De bedoeling is dat die vanaf september in de verkoop gaan. De belangstelling daarvoor is ook al groot. Het zijn waanzinnig mooie appartementen en hele mooie stadswoningen met gezicht op de rivier. Dus ja, wat dat betreft blijft Stadswerf natuurlijk ook echt een unieke plek waar heel veel mensen ook heel graag willen wonen. En de mensen die er wonen, die wonen ook echt met heel veel plezier. Mag ik eerst weten met wie ik praat? Ja. Mijn naam is Gilbert Kokenberg, projectdirecteur namens OCW. En in die hoedanigheid ook betrokken bij Stadswerven. Ja, fijn dat er nu een versneld contract is. Ja, ja. Het is goed voor alle partijen. We hebben ook in de afgelopen jaren gezien dat we het contract volgend, veel tijd in beslag nam. Veel stappen ook in allerlei procedures. En daar hebben we in feite nu met elkaar een versnelling in weten aan te brengen. Eigenlijk gaat dat tweeledig. Enerzijds gaat de gemeente Dordrecht zelf vanuit de bouwenveloppen aan de voorkant, voorafgaand aan de start van het proces, vanuit haar eigen publiekrechtelijke kaders en uitgangspunten zaken formuleren. Dat wordt meteen als basisuitgangspunt gehanteerd. En we hebben vooral ook een vereenvoudiging gedaan voor de grondwaardebepaling, waarbij een taxatiecommissie autonoom de grondwaarde gaat bepalen. Dus in feite wordt dat door externe deskundigen op die manier gedaan. En dat is bindend? En dat is bindend en dat moet maken dat we in ieder geval zeker per deelplan een jaar tijdswinst kunnen gaan bewerkstelligen als we dus keurig netjes het contract gaan uitoefenen. Nou, de behoefte is er van de gemeente zeer zeker en de Stadswerven ligt toch al eventjes. Wanneer kunnen we de eerste activiteiten zien? Nou, wij zijn nu bezig met de uitontwikkeling van Americana. Americana brengen wij in het najaar op de markt. Dat zal waarschijnlijk naar verwachting eind september zijn. De afspraak en de bedoeling is dat wij maart, april volgend jaar gaan bouwen. De belangstelling is goed, de markt is goed, dat weten we. Het is ook Stadswerven is een plek uniek, niet alleen binnen Dordrecht, maar ook binnen de regio. Zeker door het Drie Rivierenpunt en de aanhaking straks ook door middel van de Prins Klausbrug naar de stad, naar de oude binnenstad.
Dat maakt ook dat het hier gewoon een unieke plek is waar de belangstelling groot voor is. En waar we nu ook goede stappen moeten kunnen maken, ook voor de realisatie van de woningen. De komende 4 jaar, 400 woningen, 500 woningen? Streven is dat we in ieder geval minstens 100 woningen per jaar willen gaan realiseren. Dat aantal moeten we ook gewoon kunnen halen. De markt vraagt daarom. En daar zijn we nu met elkaar, OCW en gemeente, kunnen we daar nu volop mee vooruit. We gaan volgend jaar willen we het eerste gedeelte oostelijk gelegen van deelgebied B, dus richting de noordelijke insteekhaven, die wordt gedempt. Daar gaan we dan weer grondgebonden woningen maken. We gaan volgend jaar gaan we ook nadenken over de landtong, hoe we daar verder mee gaan. Die trekken we ook naar voren. En we gaan ook beginnen met deelgebied A, wat een appartementenlocatie gaat worden. En zo willen we maximaal gebruik maken en dat we ook qua aanbod, zoveel mogelijk ook voor de woningmarkt, voor belangstellenden, dat we woningen gaan ontwikkelen en realiseren. Nou, ik feliciteer met het contract en als ik hoor wat er allemaal gedaan moet worden, dan moet het lukken, denk ik. Dat gaat zeker lukken. Dank.